Auto is op 100 meter van het startpunt. De start is gevallen. Favorieten doet mee aan het duel om de leiding, maar er zijn er meer die dat doen. Lars Magdalon is snel weg, J-Lo Bros aan de buitenkant, Joe Black. En zo gaan de paarden de eerste bocht in en J-Lo Bros gaat er van de benen. Het werd wat krap en of het te krap was, dat mag iemand anders beoordelen, want daar hebben we mensen voor in dienst. Maar J-Lo Bros is eruit en zo gaan de paarden de eerste bocht door. Nummer 4 galop. Lars Magdalon leidt, daarachter Joe Black die van de reling af wil. Tenminste, dat wil Jaap van Rijn, maar daar had Joe Black een hele andere mening over. Nu doet hij daar wel aan mee en nu komt hij aan de buitenkant naar voren en gaat hij de leiding overnemen. Joe Black aan de buitenkant naast Lars Magdalon. Daarachter volgt Isaiah Polly, die is wel goed begonnen. Daarachter Indy R en die wordt gevolgd door I'm the One Who Knocks. Paarden gaan de rechte lijn overzijde door. Achter I'm the One Who Knocks ligt alleen nog Esperanzo Dipa. Paarden gaan op weg naar de linkerbocht. De opening was 1.18.1. Het zag er sneller uit, maar dat blijkt dus wel mee te vallen. En het is Joe Black die leidt. Joe Black, Lars Magdalon. Daarachter Isaiah Polly. Dan volgt Indy R. Dan I'm the One Who Knocks, die zelf al naar het tweede spoor wilde. Maar Caroline Albers zegt, dat doen we nog maar niet. En daarachter ligt Esperanzo Dipa. Zo gaan de paarden de bocht door. En komen de rechte lijn voor de tribune in. Alle paarden achter elkaar en we hebben straks nog één volledige ronde te gaan. De favoriet ligt aan kop, Joe Black. En nu gaat hij wel naar het tweede spoor, I'm the One Who Knocks. Nu mag hij gaan, het tempo ligt blijkbaar niet al te hoog. 18-1 was de opening, daar komt de tweede tussentijd aan. Die zal niet heel veel langzamer zijn. Nou toch wel, 19-9. Nog net onder de 20. En Joe Black maakt zich af en toe wat scheef. Jaap van Rijn heeft vooral de rechterlijn vast en niet de linker. Die linkerlijn die zit een heel stuk voor die rechterlijn. Als je naar zijn handen kijkt kun je dat heel mooi zien. En hij heeft er moeite mee om hem hier... netjes rond die bocht te krijgen. Joe Black gaat er dan ook nog bij duiken terwijl hij scheef loopt. En dan wordt hij gelijk aangepakt door Lars Magdalon. Bakker had al lang gezien dat hij daar een probleempje had. En gaat daarvan profiteren en neemt de leiding nu over. En zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. Lars Magdalon de nieuwe leider. Joe Black op plek 2 aan de buitenkant. I'm the One Who Knocks die dichterbij komt. Indy R gaat erachteraan. Daarachter Isaiah Polly. Die zit nu wat vast aan de binnenkant. Die lijkt nog wel wat over te hebben. En daarachter ligt de Esperanzo Dipa. En die gaat hem nu flankeren. Tussentijd was... 18-8 en we gaan op weg naar de laatste bocht. Daar leidt aan de binnenkant Lars Magdalon. Aan de buitenkant I'm the One Who Knocks. Het paard dat altijd vierde wordt, maar die ligt nu ineens tweede. Daarachter Joe Black. Die moet nog één zo'n verfoeilijke bocht door waar hij zo'n hekel aan heeft. Zet zich daar even overheen, maar wordt aan de buitenkant aangepakt door Indy R. En ze zijn halverwege de Tjarda-bocht. Paarden komen in de laatste rechte lijnen. Er komt nog een aanval aan de buitenkant van I'm the One Who Knocks. Ook een aanval van Indy R. En daarachter moet nog kijken of Joe Black misschien nog een eindsprintje heeft, maar daar lijkt het even niet op. Het is Lars Magdalon die leidt. Die heeft 2 lengte voorsprong. Lars Magdalon. Daartussendoor komt Isaiah Polly nu sterk op. Joe Black aan de binnenkant vecht ook nog mee voor plek 2. Gaan op weg naar de streep. Lars Magdalon wint hem. Tweede plek is voor Joe Black. En de derde plaats is voor Isaiah Polly. Maar gooit hij nog geen tickets weg? Er zou wel eens een onderzoek kunnen volgen tegen de winnaar.